mensen, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Vandaag een kort maar krachtige video, een compilatie. Omdat het erg warm was, ben ik enkele dagen naar een bos toe gegaan. Lekker bedekt onder de bladen van de bomen. Zo was het toch nog een beetje draaglijk om te zoeken. En ik heb toch leuke vondsten gedaan. Kijk eerst eventjes mee naar de volgende. Mega dik! Deze haal ik er net uit hier zo. Wauw! Dit had ik echt niet gedacht. Hier ben ik blij mee, jongen. Dat is niet normaal. Zo. Fucking vet. Dat het gewoon nog na al die tijd... Ik moest een paar wortels wegsteken. Zo, mensen. Ik ben als een kind zo blij. Heel gaaf. Echt dik. Ja, man. Echt dik gewoon. Helemaal gek. Ja, dit is wel echt een... dit is fantastisch. Hè? Wat voor signaal van die binnen? 17, maar eigenlijk ook nog zelfs een klein beetje storend ook. Maar het is gewoon niet haast trouwens. Ik had eigenlijk nog geen eens hoop erin dat het iets moois zou worden, maar... Wauw. Yes, 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 yes. Ja, die is echt mooi. Kikker, man. Ja, een te gave vondst. Hoe vinden jullie hem? Laat het eventjes achter in de reactie. Het is dus een verwundeten Abzeichen, als mijn Duits een beetje goed is, mijn uitspraak. Een gewonde insigne en bij 1 of 2 keer gewond, dan kreeg je hem in het zwart uitgereikt. Tussen de 2 en de 4 keer kreeg je hem in het zilver en 5 of meer keer kreeg je hem in het goud. En ook daarvan zijn 10.000 vergeven, dus ja, dat zegt toch wel wat. Deze gaat een speciaal plekje krijgen. Dan komen nu de volgende vondsten, die zijn er ook zeker niet minder om. Ik neem even jullie mee in een vogelvlucht, hier komen ze. En weer een gesp. Nou ja, net al die te gave insigne van de Duitsers. Speld. En nu een gesp. Dit is volgens mij ook een oude, ik ga even thuis in het documentje kijken. Zoek ik hem even op. Maar, ben toch blij dat ik gegaan ben vandaag. Yes! En we hebben alweer een leuke vondst. Een zeerollootje vlak naast die gesp. Kijk. Geinig. Ja? Een gesp. Een gesp. Een gesp. Een gesp. Ik hoop dat hij niet gestoken wordt door een wesp. Nee. Met deze gesp. Ah, nou ja, jij een gesp, ik een gesp. We hebben allebei al een gesp en een zeerolloot allebei. Ja. Hè? Ook allebei een zeerolloot. Klopt. Dus ze zitten toch dus, op... Dus nou nog voor mij dat embleem, dat hebben we alle drie... Ja, hè? Alle twee hebben... Nee. Kijk, daarachter staat nog een boerderij. Daarachter. En we komen hier nog dingen tegen. Er lag net nog een heel massief stuk... Ja, waar lag het? Even kijken hoor. Hier ergens toch? Oh ja. Wat heb jij? Ik had leerbeslag net nog. En dit is denk ik een oude gevelblok of funderingsblok van de oude boerderij. Hier heb ik wat gezeten. Dat is wel zwaar hoor. Ja, een soort latij of zo misschien. Een draagbalk. Een zinker dan. Een zinker vierkante stuiver. Oh. Ja, die is van zink. Niet zeker? Ja. Hij is wel zwaar hoor. Moet je voelen hoe zwaar die is. Maar weet je waar ik dat dan zie? Even kijken hoor. Nee. Kopernikkel. Kopernikkel? Ja, want er staat er een diagonaal op. Lekker. Ja. Dat is mijn eerste Tweede Wereldoorlog mee. Nee, hij is niet Tweede Wereld, hij is vooroorlogs. Vooroorlogs? Ja, maar ja. Die dingen die zijn toch ook in de Tweede Wereldoorlog? Ja, maar deze, die staat er diagonaal op afgedrukt. En dat is hij van voor de oorlog, dus kopernikkel. En van tijdens de oorlog waren ze van zink. Krijg ik dit nog schoon? Ja, denk het wel. Dus je hebt een kopernikkel. Kopernikkel. 5 cent. Nou, dacht ik dat ik alles wel een beetje heb. Ik kom geen eens meer uit mijn woorden door die hitte.
Deze die heb ik nog nooit eerder gevonden met metaaldetectie. Laten we samen gaan kijken. Een hele hijskraan. Hoho! Kun je spelen? Ik ben de laatste tijd wel een beetje van het speelgoed nou ineens. Ik kom nou in één keer gisteren een klappertjespistool van de jaren 60, 70. En dan heb je nog ineens een toyshoulder. En nee. En nou vind ik een hele hijskraan. Ja joh. Het is grappig.